Vijf wegen te zorg en hoop zullen compleet worden gerehabiliteerd. Het startsein voor de rehabilitatie is vandaag gegeven. Het project wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Tjongalanga NV en moet binnen 20 maanden worden opgeleverd. De vijf straten die aangepakt zullen worden zijn de Stanvastestraat, de Vlokstraat, de Paluluestraat, de Hirasingstraat en de Rodastraat. In totaal is er $4,7 miljoen vrijgemaakt voor de rehabilitatie van de wegen. Dat zei directeur van Tjongalanga NV, Dave van der Lee. Hierbij zal ik in een samenvatting geven van de hoofdactiviteiten die wij de komende 20 maanden voor Zorg en Hoop zullen uitvoeren. 6.500 vierkante meter aan bestaande wegen, bermen en overige verharding worden compleet verwijderd. Ook zal er 2000 meter aan bestaande rioleringsbuizen en putten worden verwijderd. In totaal zal er ongeveer 20.000 kuub ontgraven worden en weer aangevuld worden aan grond. Het leveren en leggen van 7000 meter afvoerbuizen met verschillende diameters. Verder wil ik aangeven, bij dit ontwerp is gekozen voor PVC en HDPE materialen. Hierdoor ontstaan in de toekomst minder lekkages en het materiaal is veel duurzamer. Alle afvoeren van de woningen en de koken langs deze wegen worden aangesloten op het nieuwe te leggen rioleringsnetwerk. Verder zullen er voetpaden worden aangelegd en de wegen worden voorzien van asfalt. De minister van OWTNC, Jerry Miranda, werd vertegenwoordigd door minister Suresh Algu van LVV. Een goede infrastructuur betekent ook snelle economische ontwikkeling, zegt de bewindsman. Wanneer je ontwikkeling wil brengen, waar dan ook, is infrastructuur een van de vereisten. Maar daarnaast ook de riolering, afvoer. Omdat wij in Suriname vooral te kampen hebben met ontwatering. Binnen de landbouwsector zeggen we altijd irrigatie, drainage. Hier zeggen we, ontwatering is heel belangrijk. Waarom waar mensen wonen, wanneer we neerslag hebben. En in bepaalde perioden horen we ook dat binnen 24 uur hebben we een neerslag van 200 mm. Dat betekent 2000 kubieke meter water wat afgevoerd moet worden. Dat is heel veel. Dus vooral dat gedeelte moeten we zeker meenemen. Vandaar dat in dat contract is opgenomen om ontwatering, alles herstel, asfalteren, dat in orde te maken van verschillende wegen. Zoals ook aangekaart dat het project gepaard gaat met bijna $5 miljoen. Het kosten. En dat moet zeker dan heel goed benut worden. Dat was minister Suresh Algu vandaag bij het startzijn van het project. Het rioleren en rehabiliteren van diverse wegen te zorg en hoop. Algu verving minister Jerry Miranda, die ziek is.